Vandaag de tweede echte werkdag in Turkije. En de zon schijnt, temperatuur is perfect, de velden zijn goed. Dus niets staat twee mooie trainingen in de weg. Om 11 uur en om 3 uur gaan de manschappen van Jan Vreeman naar het trainingsveld. We nemen vandaag een interview op met Dien Koolhof, een interview met Peter Hofstede. Wat doet de technisch manager de hele week in Turkije? En we vergeten de verjaardag van Ted van der Pavert niet. Hey superboer, heb jij jouw halve seizoenkaart al? Kijk op www.degraafschap.nl voor meer informatie.